Heeft jouw kat suikerziekte of wil je om een andere reden de glucosespiegel van je kat meten? Zo meet je thuis de glucose bij je kat. Je hebt nodig een bloedglucosemeter, een teststrip, een prikpen, watten en wat snacks. Doe de teststrip in de glucosemeter. Zoek een kleine ader op de rand van het oor van je kat. Een tip: met het licht van een zaklamp kun je de aders vaak beter zien. Hou de watten aan één kant van het oor en prik met de prikpen voorzichtig in de ader aan de andere kant van het oor. Er zijn ook alternatieven voor een prikpen. Vraag hiervoor je dierenarts om hulp. Plaats de teststrip op de bloeddruppel. Hou de watten op het oor en druk om het bloeden te laten stoppen. Na een paar seconden zou het bloeden moeten stoppen. Bekijk de glucosemeter. De normale waarde ligt tussen 3,9 en 8,3. Beloon je kat met iets lekkers of een ei.